Hey yo kijkers van Shadow Games 23, ik ben Ronald en vandaag hebben we voor jullie een nieuwe aflevering van Assassin's Creed 4 Black Flag. Hey jongens, ik ga eens even kijken wat onze goede kleine Edward allemaal voor wapens heeft gekregen. Eens even zien, oké, wel, hij heeft deze fancy dolk dingen, hij heeft wapen, oké, dat is nice, hij heeft een pistool. Dat is wel heel lijp. Oké, goed, nou we gaan maar eens even weer richting het uitroepteken. Oké, ik vind het echt jammer dat je telkens zo'n eind moet lopen. Echt, kun je niet ergens een knol kopen of zo? En dat je ze fluit en die knol dan automatisch aankomt of zo? Dat zou echt super cool zijn. Je moet altijd zo ver lopen. Dus even kijken. Dubbele moord. Druk op X om een dubbele moord te plegen. Nou, ik denk niet dat ik dat ga doen. Want dan krijg ik waarschijnlijk weer de plaatselijke preukenclub achter mij aan. En dan wordt het allemaal heel depressief en zo. En dat moeten we allemaal niet hebben. Eens even kijken. Oh, wacht. Wou die kapitein duwt mij niet spreken op het fort bij een haven in de buurt of zo? Is, volgens mij was dat zoiets. Waarom is het hier zo mistig? Holy shit, man. Moet je kijken. Die is echt fucking mistig. Wie heeft de vuurwerk zitten afsteken? Hang jongeren tegenwoordig ook altijd. Nee, maar serieus. Wat is er met die rare mist, hè? Jezus. Dit is blauwe mist. Oh god, niet hij weer, hè. Jongen, noem maar een lol. Oké, opeisen wat je toekomt. Oké, missie starten. Hup, nou, kom op, start die missie dan, man. Huppakee. Klim er dan maar bovenop. Hup, jezus. Soms is het toch wel een beetje raar met controls drukken en zo. Want nou, dan heb je bijvoorbeeld geen dingen in een BL of zo. En dan weer wel, heel vreemd. Ga je meer moeten vragen? Goeie vraag. Plantage, wietplantage, what the fuck. Trouwens jongens, echt bedankt voor alle support die Assassin's Creed 4 de afgelopen paar episodes heeft gehad. Echt super bedankt jongens. Het is echt een van de mooiste series die ik überhaupt ooit heb gedaan. En dan met deze support erbij, dit is echt fantastisch gewoon. Dus ga er voor al mee door jongens, want dan blijf ik gewoon lekker veel Assassin's Creed 4 uploaden. Want ik heb er zelf ook enorm veel lol in, dus ja. Indië, gaan we Boeddha's beroven of zo? Of gaan we Boeddha's stelen of zo? I don't know. Oké, dan zoek de gevangenisbewaarder. Oké, optioneel doen we vermijd gevecht en gebruik sluipgebieden om dingen te doen. Oké. Even kijken, oh wacht, we kunnen volgens mij zo'n dude vermoorden hier of niet? Oké, kom maar dan. Kom maar. Uppakee! Ja. 2 voor de prijs van 1. Ik heb wel gelezen dat dit volk achterdochtig gaat worden wanneer ze een lijk zien. Dus dat betreft. Dus even kijken, ik moet jou even hebben. Kom dan. Oh god, nee, jij ziet mij niet. Huppakee, kassiewijlen. Kan ik er ook 4 in één keer vermoorden eigenlijk? Zou cool zijn. Hatsje flatsch. Huppakee. Chop. We gaan maar geen gevechten vermijden. Ik hak ze gewoon allemaal dood. Dat scheelt weer minder gevechten straks, hè. Kom op. Nee. Oh mijn god. Oké, wegwezen. We gaan struiken in. Wij gaan struiken in. Dan zien ze mij niet. Alleen nu zien ze mij wel weer, dus dan gaan we hier mooi in. Zo, zie je mij nou nog maar eens, bitches. Kom dan, hè. Hatschigiee! Oh, die kan ik helaas niet herhalen. Oké, moeten we even weer ongezien worden, soort van. Nee! Oh shit, oké, rennen Ronald. Dit gaat het denk ik niet worden hier. Al die lui, holy shit, man. Ja, ze zien mij ook nog steeds. Dat is wel heel poep. Oké, ze zien mij niet. Oké. Hup! Ja, dat is weer een minder. Oké, dit gaat wel redelijk. Kom op, en in de bosjes. Hatsiki. Ja, zo, hoppakee. Blijven ze maar komen of zo oud zijn dan allemaal twee. Hup, nee. Oh shit, Ronald, wat doe jij? Nou, oké, en draaien. Wat? Ik druk toch op X, dan hoor je ze toch te vermoorden als je aan het rennen bent of zo. Rennen op
Of vermonnen op high speed. The fuck, man. Bam. Eén minder. Hup. Huppakee. Ja, jij ook even dood. Kajiwijlen. Zo. Hebben we alleen jou nog? Nou ja, we hadden jou alleen nog. Oké. Okay. Dat ging lekker makkelijk, lekker snel. Oh god, meer gastjes. Ik ga gewoon even zo doen. Andele, andele. Huppakee, zo, die zag je niet aankomen. Ofwel natuurlijk, wacht, ik laat mijn pistool even. Want die is best wel handig als we bijvoorbeeld iemand moeten killen of zo. Even zien, druk op L en A zo in de schakel. Oké, okay, wel, die gast moeten we kennelijk hebben, oké. Okay. Ja, oh, fluiten. Ja, dat weet ik. Dan komen ze naar je toe en dan kun je ze killen. Dat weet ik nou zo langzamerhand ook wel. Oké. Okay. Nou, kom maar. Hup. Is die gast nou serieus echt zo kassiewijlen? Zo dom. Hupsakee. Zo, ik ben gewoon een kapitein van niks. Munitie roven. Geef maar. Ik dank u hartelijk, meneer. Eens even kijken. Oké. Okay. Oh, hi. Tuurlijk, ben jij er ook bij? Huppakee, jij er ook bij. Hup, ga dan gewoon dood, mens. Jezus, oké, okay, dankjewel. Alles speest hem hier, oké, okay, goed. Nou, ik beroof hem ook, maar dan breng ik weer geld op. Kunnen we betere zwaarden verkopen. Maar liefst 12 schrieling. Even zien. Ga dood, jij. Tjaka, zo, kastje wijlen. En dan jij nog even. Kan ik ook niet doodmaken. Hup, prik door zijn verdediging. Oh, chill man. Chille wapens dit, echt serieus. Even kijken, oké. Okay. Ba, 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 ba. Zo. Zie ze mij? Ja, ze zien mij. Oké, okay, gewoon rennen. Dit schiet anders niet op, dit. Wacht, jou kunnen we killen on the move. Hup, wat? Waarom kunnen we jou killen niet on the move? Wat is dat voor meuk? Oh mijn god, een heel leeg. Hup. Oké, dit gaat interessant worden. Ik moet ze allemaal killen volgens mij dan dus. Jezus man, die gasten zijn echt tanks. Verschrikkelijk dit. Ik ga gewoon dood, mensen. Wat moet ik doen om iemand te killen hier? Nee. Hup, nou jij bent wat dood, denk ik. Hup, nou jij bent ook wat dood. Holy shit, gek. Up, wegwezen. Nee! Poep, ik dacht dat ik wel weg kon komen. Shit. Oh, nee toch. Wel. Oh, kijk, ik ben net de dood opgestaan. Dat is interessant. Oké, okay, moeten we dit hele stuk weer doen? Nou, ik ga gewoon wel even voor James Bond spelen, want anders wordt er nog niks. Hup, daarboven. Kom op, hup. Gebruik sluipgebieden om wachters te vermoorden. Ja, dat zie ik ook wel. Auw, jezus. Hup. Geef me mijn zwaarden. Ja, oké, okay, daar hebben we tenminste wat aan. Kijk, met de zwaar gaat het veel makkelijker. Ik weet niet wat het is, maar... Of ik ben er gewoon beter mee, dat kan natuurlijk ook nog. Kunnen we hierop? Nee, dat kan helaas binnenkast niet. Wacht, kunnen we er via dit rare ding op hier? Want je weet maar nooit wanneer je er tegenop kunt klimmen. Nee, dat kan ook niet, helaas. Oké, okay, nou dan moeten we gewoon maar naar binnen. Schakelen we ze gewoon één voor één uit. Ja, oké, okay, die is wel dood, denk ik. Wat?! Hup, hup, huppakee. Jezus, mens. Heb ik gezegd dat je de dood mocht opstaan of zo? Zo, je hebt ook dood. Oké, okay, goed zo. Heel mooi. Bam, jij dood. Oké, okay, reload maar. Oké, okay, reload maar niet. Eerst jij even dood. Zo hartje vla. Oh, meer, oké. Okay. Seems legit.
Huppakee. Hij ook dood. Yo, huppakee. Oh god, jezus. Laat me met rust. Die demonen. Oké. Reload. Bam. Zo. Pistool is echt handig. Gewoon als je bijvoorbeeld twee garages hebt, knal je er gewoon één dood. Is echt super handig. Bevreten weesgeer. Ja, dat weet ik ook wel. Oh, munitierof. Ja, geef maar. Oké. Kogels keer 3. Dat is nice. Oké, pak die zwaar dan maar vast. Want je weet maar nooit wanneer je ze nodig hebt. Even kijken. Oké. Ja, dat zal wel. Huppakee. Hup, nee. Jezus, hij moet gewoon dood. Hup. Nee, jezus. Laat mij. Nee! Oh, mijn jezus. Ik ben hier zo slecht in. Oh, zo erg. Oké, goed. Moet het wat slimmer aan gaan pakken hier. Op donderen. Oké. Kijk, we hebben hier streuken, dat is echt handig. Yeah. Oké, ik moet iets van 3 wachters vermoorden met sluipmeuk. Huppakee. Hup. Jij bent echt vervelend met dat ding, Fijn. Oké, ik ga even wegwezen. Juist, Caventi. God, wat nou weer dan? Dit is niet de telefoon vandaag. Oh shit, jezus. Bok op. Je hebt het dood. Oké, rennen. Jezus, man. Zo, dat is één sluipmoord. Oké, streukjes in. Oh god, ze hebben hem gezien. Nee. Oh god, jezus. Nee. Oké, ik moet wegwezen. Nee. Als ik nu dood ga, serieus. Nee. Oké, dat is nice. Nee, wat? Ik had verdediging. Ronald, kom op, doe het nou eens goed. Oké, goed. Oké. Oh, hallo. Oh, nee. You don't see me, bitch. Oké. Ik moest uitschakelen en ik heb werkelijk geen idee hoe. Oké, we gaan gewoon maar rustig via de struikjes dan maar, denk ik. Oké, terug te struiken dan. Hier is er een. Kom dan, hè. Kom hier, zo. Je hebt het dood. Oké, dan. Oké, jij dood. Hup. Yeah, kom op. Oh, god, lui. Huppakee. Ik ga gewoon dood, mensen. Ik heb een boodschap met jullie. Oké, ik moet nu weer wegwezen, want anders ga ik gewoon weer dood. Gewoon zoveel gastjes, is niet te doen gewoon. Godsamme man, zie me eens een keer niet. Laat me gewoon met rust. Hup. Gast ook gewoon niets vermoeden, dat is ook gewoon geniaalste van alles.
Nee, Jezus, waarom zijn die leus zo snel? Laat mij. Ga maar even laden onderweg dan. Oh god, nee. Dude. Ga gewoon dood, ik haat jou echt serieus. Jezus, die leus is veel te snel. Dat kan. Nee, dit is niet te doen. Laat mij, ja. Zo, hoe moet ik nou gewoon wat doen dan? Zo kan ik toch niks. Te veel van die lui. Ze zijn echt veel te snel. Echt, dit is niet leuk. Het is echt niet leuk als ze zo snel zijn. Het slaat echt helemaal nergens op. Dus volgens mij... Godver. Laat mij... Je vervelende kutcommandant. Ik haat jou echt serieus. Huppakee. Dan gaan we gewoon de beuk er ook in gooien. Oh my god, mijn poppetje doet weer niet wat ik wil. Oh my god. Ja, ik weet niet hoe ik het moet doen. Ik weet niet hoe ik het moet doen. Er komen 20 lui achter mij aan als ik dan naar binnen wil. God, wat haat ik dit, hé. Echt, kan ik gewoon niet tegen. Mijn stoel die valt uit elkaar van ellende. Jezus, nee, aardzorg heb ik niet nodig. Vrede wees, Geer. Nou, als iemand mij eens even uitlegt hoe ik het nou precies moet doen dan, dat zou echt een stuk helpen, want... Ik kan niet via die klim op of zoiets. Oh, dat kan niet. Kut. Tuurlijk ben ik gezien. Ik ben helemaal klaar met jullie. Zo, hup. Kut, lui. Je moet je ook 1000 keer hakken of dat ze gedood zijn. Echt verschrikkelijk. Hup, dood. Je ook dood met je commandantenhoofd. Jij ook. Hoe gaan we met jullie? Jezus, laat mij, oké? Jullie gaan mij allemaal laten. Nee, die commandanten, die zijn te snel. Dat is niet leuk. Dit is gewoon... Oh, wat nou? Die commandanten zijn veel te snel. Die kan ik niet outrunnen. Dus wat moet ik doen dan? Ik kan er niet binnenkomen, want het is allemaal veel te hoog. Ik kan die gastjes allemaal niet aan. Oké, leg mij uit wat ik moet doen, game. Ik ga naar het dichtbevolkte gebied waar je verscholen en niet gezien kan worden. Nou, dat word ik toch wel, want ik ben het. Dood. Jezus. Dan hoor jij dood te zijn met zo'n grote kogel, weet je dat? Nee, natuurlijk niet, want wij zijn het. Wat? Ga dood. Kijk, 1v1, no problem. 2 wil ook nog wel, 3 gaat heel lastig worden, maar 4, jongen, dat is gewoon niet te doen. Dat is echt niet te doen. Ik ga even laden. Kom op, ik moet daar boven zijn. Dat is nog 90 meter. Kan ik hier niet gewoon wachten, 7? Hopla. Oké. Okay. Holy shit, oké. Okay. Gaat de struiken nou, in Jezus. Waar is de commandant? Wie is de commandant? Oké, okay, kom maar, 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 kom maar. Ja! Hup, jij dat? Oké, okay, dan moeten we even de struikjes weer in. Zo. Er zit zo'n schutter daarboven. Laten we die schutters even neermaaien. Heeshwa. Bam! Wat? Hij loopt er zo vrolijk verder. Eindelijk, zo. Woe, van onderen. Flatsch. Genius.
Hopelijk krijg ik uiteindelijk zo'n goed pistool wat echt gewoon gigantisch veel damage doet. Dat zou mij echt cool lijken. Oké, kom op. Hup, go, 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 go. Hier kun je overheen als het goed is. Oh, dit is... Oh, godverdomme, veel te hoog. Oké, nou, hier langs dan. Quickly, 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 quickly. Niet willen gezien worden, niet willen gezien worden. Oké, wat, munitie roven. Oké, geef maar. Oh, wat? Ik wou munitie roven. Prut game. Mrr. Wat? Wat? Oh god. Nou, ga het krijgen, Edward. Oh, wat zullen we door? Oh nee, oh, oh, oh nee. Ik heb hier rot op. Captain, piss off. Lol. Where is this sage? You set him free. I had nothing to do with that. Much as I wish I did. Take him to the ports. Send him to Sevilla with the treasure. Oh, de zilvervloot. We kunnen het ook allemaal beroven. Oké. Nou. Geen 1. 80%. G-fucking-G, Ronald. Ik moet wat meer opletten de volgende keer. Maar ja, het is ook nog niet zo heel ver in de game. Dus het is ook wel redelijk logisch dat ik zo aan het falen ben. This Tusspot is a ruined man, Caroline. Unfit for life on land, much less at sea. If he goes to the West Indies, it's you who'll suffer. Father! Father! Come, love. Up with you now. Oh, God. No. I hope it's so. You believe me, don't you? Can you not see me? Standing out there on the deck of a ship that's sliding into port. Je werd helemaal bezeten van het varen en alles. With a thousand doubloons spilling from my pockets. Like drops of rain. I can see it. Als je dingen ziet, jongen, dan heb je een probleem. Dan moet je even naar de psychiater, want dan komt het niet goed, hè. Oké dan. Opslaan. Ja, dat heb je al 1000 keer gedaan, jongen. Dat is geen verrassing. Pam, 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 pam. Echt prut weer trouwens buiten. Het is echt gewoon waardeloos. Het is allemaal nat en vies en bah. Avondeten. Het spot. Nom, 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 nom. Oeh, de neger. Ik heb gewoon lekker pantoffeltjes aan, joggingpakje aan en gewoon lekker Assassin's Creed opnemen. Wat is dit nou? Hup. Hup. Jongen, die gouden neger is gewoon fucking sterk, jongen. Kregen we die meuk wel kapot, ja. Oké, bemachtig je uitrusting. Geweldig. Nou, jongens, ik ga het hierbij laten voor vandaag. In de volgende aflevering gaan wij Edward's uitrusting weer eens even krijgen. Dus bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Vergeet niet om een like achter te laten als je deze aflevering leuk vond. Het spijt me dat ik zo aan het falen was. Maar ik ga beter opletten vanaf nu. Ik zweer het. Dus ja. Dat was wel heel verhaald. Maar goed, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Vergeet niet even om te abonneren voor meer Assassin's Creed 4 Black Flag. Je kunt me ook even volgen op Twitter, @ShadowGames23. Daar zie je alle, zeg maar, tweets waar je in ziet wanneer ze worden geüpload en al die shit. Kijk er gewoon op, je ziet er vanzelf. Dus bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. En dan zie ik jullie later. Dus ja, later mensen.